ben Dirk van der Woude, Cybersecurity Lead bij Inspark. Door COVID-19 is het aantal mensen thuis is gaan werken enorm toegenomen. Ons Cloud Security Center heeft ook het aantal cyberaanvallen enorm zien toenemen. Bij een wereldwijde cyberaanval, zoals de bekende Petya of WannaCry, wil je als CISO weten of de werkomgeving veilig is. Het Cloud Security Center dashboard is speciaal ontwikkeld voor de CISO, zodat hij of zij in één oogopslag de status van de veiligheid kan inzien. Mijn collega Mikael gaat u meenemen in het Cloud Security Center dashboard. Mijn naam is Mikael Chorum. Ik ben SOC Lead bij Inspark. Bij Inspark hebben wij een 24/7 SOC als dienstverlening. Security in de cloud is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij ontlasten onze klanten op het gebied van threat management en vulnerability management. Onze dienst gebeurt veelal op de achtergrond, maar met onze nieuwe ontwikkelingen willen wij de relevante inzage bieden voor onze klanten. En daarvoor hebben wij nu het nieuwe Customer Portal. Het portaal is duidelijk, compact en biedt in één overzicht alle informatie die relevant is rondom security. Denk hierbij aan wat belangrijk is voor onze CISO's, maar ook informatie rondom threats, vulnerabilities en threat intelligence. Onze reactieve dienstverlening is het opvolgen van alle mogelijke bedreigingen binnen jouw omgeving. Op de threatspagina zijn we heel transparant in het laten zien hoe we deze opvolging doen. Onder live threats tonen we alle actuele bedreigingen. In de threat funnel laten we zien hoe we deze hebben opgevolgd. En onder de risky users laten we zien welke gebruikers een bedreiging vormen. In de world heatmap is te zien waar de bedreigingen vandaan komen. Wij scannen continu op kwetsbaarheden binnen jouw omgeving. Op de vulnerabilities pagina tonen wij een overzicht van de huidige kwetsbaarheden, inclusief de impact, de ranking en de status. Door het opvolgen van deze kwetsbaarheden voorkomen wij potentiële bedreigingen. Naast de threat intelligence van Microsoft maken wij ook gebruik van open source threat intelligence. Ook hier willen wij weer transparant in zijn. Wij bieden dan ook inzage in de globale uitbraken op het gebied van cybersecurity, inclusief de impact op jouw omgeving en de indicators of compromise welke wij binnenhalen door middel van MISP en MineMeld. Deze indicatoren worden gescand op jouw omgeving om te zien of deze zijn voorgekomen. En in de toekomst zullen deze ook actief worden geblokkeerd. Als je ons Cloud Security Center dashboard zelf wil ervaren, neem dan contact met ons op.